Hoi en welkom bij een nieuwe video. Ik heb deze week voor jullie 3 tips waar het interessant kan zijn om, voordat je make-up opzet, jouw oogcrème bij aan te brengen. Ben je benieuwd? Kijk dan zeker mee. De eerste tip waarom ik adviseer om een oogcrème onder je make-up aan te brengen, is om het plumping effect, dus de fijne lijntjes en rimpeltjes, gaan te plumpen en onder de ogen goed gaan te hydrateren. Waarom? De huid onder je ogen is 10 keer dunner dan de gewone huid in je gelaat. Dat wil zeggen dat het een zone is die ook veel sneller gaat verouderen. Je gaat de eerste tekenen van veroudering zien onder de ogen, aan de kraaienpootjes, want deze zone, laten we zeggen, is de zone die het makkelijkste veroudert. Wat gaat er gebeuren als je make-up opbrengt en wanneer je gaat afpoederen? Die make-up kan tussen die droogte lijntjes of zelfs tussen die rimpeltjes gaan zitten, waardoor het lijkt of juist het effect van het rimpeltje veel harder gaat versterkt worden. Een rimpeltje kan erdoor dieper lijken. Je krijgt die, ik denk dat iedereen die wel kent, die lijntjes zo onder je oog waar dat die make-up in gaat samenzitten. En dat willen we natuurlijk niet. Dus daarom willen we gaan hydrateren en toch wel een beetje dat plumping effect gaan geven, wat je er juist wakkerder en gezonder gaat laten uitzien. Wat we eigenlijk hiermee willen gaan bereiken is zorgen voor een egaal canvas. Net zoals gewoon bij een gelaatsverzorging, met make-up kan je wel iets gaan verdoezelen, maar als de huid niet gezond is, dan ga je nooit een mooie make-up krijgen. Dus daarom willen we die huid voor de ogen goed gaan hydrateren, plumpen, gezond maken, zodat het een egaal canvas is om make-up gaan op aan te brengen. Het tweede puntje waarvoor ik adviseer om oogcrème onder de make-up aan te brengen, is om specifieke huidproblemen gaan aan te pakken. Spreken we over een lichte verkleuring door de zon, wat pigment dat zich heeft afgezet. Spreken we over lijntjes en rimpeltjes. Spreken we dan weer meer over het vocht dat hier komt te zitten, dus meer op die puff. Je kan specifiek een oogcrème kiezen die daarvoor dient om dat probleem bij gaan aan te pakken. Ga er dan ook door de dag voor zorgen dat je oogcrème of dat je make-up juist mooier gaat zitten. Enkele voorbeeldjes, bijvoorbeeld wanneer dat je wat zonneschade hebt staan, kan het mooi zijn om een vitamine C gaan in te zetten. Een vitamine C oogcrème die ik zelf heel graag gebruik is deze van Image Skincare. Dat is de Vital C Hydrating Eye Recovery Gel. Gaat heel mooi hydrateren. Vitamine C is ideaal wanneer je een beetje pigmentatie onder de ogen hebt zitten. En het is een vrij lichte textuur. Ik ga het eventjes laten zien. Dus het is ideaal om die fijne lijntjes en rimpeltjes gaan op te vullen, goed gaan te hydrateren, een beetje op te lichten. Dus is daarvoor een hele leuke ooggel. Een andere mogelijkheid kan zijn om meer de-puff gaan te werken. Wel hydraterend, maar toch wanneer je 's morgens opstaat en je merkt dat die oogjes wat dikker staan, dan kan je een oogcrème inzetten die de-puff werkt. En een hele leuke hierbij vind ik zelf van QMS, de Epigen De-Puff Pollution Shield. Dus is een hele beschermde oogcrème. En het leuke hieraan vind ik, of ook serum, want dit is echt wel meer een serumetje. Hieraan zit zo'n koud applicator die nog eens extra mooi is wanneer je je make-up wilt gaan aanbrengen, omdat die onder de ogen verkoelt. Dus gaat een klein beetje die verkleuring wat tegengaan. Gaat echt heel mooi die de-puff, dus ontzwellend gaan werken. Dus is daarvoor een hele leuke oogserum, omdat die zo licht is. Heb je net wat meer nodig, dan kan je deze zelfs nog combineren met bijvoorbeeld je vitamine C oogcrème. Dus het is maar net wat je zoekt. Maar heel belangrijk, je probeert het oogprobleem aan te pakken. Rimpeltjes bijvoorbeeld, ga je wat meer naar een glycol of retinol naartoe werken. Of peptiden juist inzetten, heel mooi. Hydratatie, wat pigmentatie, vitamine C. Dus je past het aan naar wat er moet gebeuren onder de huid. Maar je zorgt dat die zo heel mooi gehydrateerd staat, dat je make-up wel mooi moet zitten.
Puntje 3. Waarom ik oogcrème onder het make-up adviseer, is om uitdroging tegen te gaan. Want ja, we kennen het wel. We gaan ons maquilleren en we gaan onder de ogen wat concealer zetten, onze foundation erover. Maar dat moet blijven zitten. Dus dan gebruiken we een settingpoeder, wat toch altijd wel wat uitdrogend gaat werken. Eventueel nog een setting spray bij over de huid, wat ook wel wat uitdrogend kan werken. En om dat tegen te gaan, gaan we gewoon al preventief zorgen dat die ogen goed gehydrateerd zijn. Dus ik adviseer om onder je make-up toch nog wat oogcrème bij aan te brengen. Om net die mooiere, gezondere look te geven. Te zorgen dat make-up niet lijntjes trekt. En te zorgen dat die een hele dag mooi blijft zitten. Dit waren mijn 3 tips. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Geef de video zeker een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Laat een comment achter hier onderaan de video welke oogcrème jouw favoriet is en wat jij momenteel aan het gebruiken bent. Vind ik altijd super interessant om te lezen. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Het is volledig gratis en daar help je mij mee verder. En ik zie jullie graag terug in een volgende video. Tadaa!